super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het kanaal van Fit Magazine. Ik ga jullie vandaag overmiddag eventjes meenemen, want het is namelijk al middag, 14:15. We gaan nu eerst zo meteen voer halen, met name hooi en compact gras. En daarna ga ik een tour rijden met twee mensen, dus lekker weer zwemmen met de paarden. Het is weer super warm, het is nu een beetje het heetste van de dag, dus het zal ongeveer 33 graden zijn of zo. En dan is het afkoelen lekker en het zwemmen heel lekker. Zo, hier ga ik eventjes voer halen. Kijk, dat ziet er zo uit. Hier is alle paardenvoer en allemaal ander voer. Bantari, bantari. En hier is Gladys, die ga ik voer bij bestellen. En dit is dus de enige winkel op Bonaire die veevoer verkoopt. Dus ook waar ik paardenvoer, we importeren dan zelf paardenvoer, dus brok. Maar hier haal ik wel vaak het hooi vandaan. En ook soms het compact gras, soms importeren we dat zelf. Beetje afhankelijk hoe het loopt, maar nu is onze container met compact gras nog niet aangekomen. Die komt waarschijnlijk aanstaande vrijdag. Dus nu koop ik ook hier een beetje compact gras en voornamelijk hooi. Maar er is niet zoveel keuze. Kijk, qua paardenvoer is er eigenlijk alleen maar dit. Dus brok, standaard. En daarboven zie ik hartog compact gras liggen. En hier wat van die hooibaaltjes. Die hebben we ook wel eens als we geen hooi uit Venezuela kunnen krijgen. Dan voeren we die wel. En het is denk ik wel een beetje... Oh, daar ligt ook nog wat van hartog. Dat is ook waarschijnlijk iets van grasbroek of zoiets. En compact gras daar in het hoekje. Dus ja, zoveel keuze is er hier niet. Maar we doen het er maar mee, hè. En dan kijk je hier buiten. In de containers ligt het hooi. En Mark is aan het inladen. En ik kan er precies 26 in de auto. Zo, de auto weer lekker volgeladen. Ook op de achterbank. En nu op naar stal. Ongeveer 10 minuutjes rijden. Ik ben dus op stal aangekomen. En ik heb Poco al opgezadeld. Die gaat mee. En Blondie gaat mee. Die staat daar. En ik ga zelf op Maribel, want ik ga natuurlijk normaal eigenlijk altijd op Tango, maar die is twee ijzers verloren. En dat is hopelijk om te hoeven het morgen van ons woensdag. Maar dan nemen we nu maar even op Maribel, want die staat niet op ijzertjes. Dan lekker op blote voetjes lopen. Zo, ze zitten erop. Op Blondie en op Poco. En Tango staat inmiddels in de bak trouwens, want die heeft natuurlijk zijn op blote voetjes. En ik ga naar Maribel lopen. Die ga ik... Oh, kijk, daar komt Marco met Maribelleke. Mijn vriendinnetje en mijn vriendje. Ik heb geen cap op en nou achteraan ook niet. Het is hier op Bonaire natuurlijk niet verplicht. En zoals ik al eerder heb gezegd, eigen verantwoordelijkheid. Dus we gaan lekker zonder. En Willemijn heeft wel een cap op. Kijk, dit is Willemijn en die heeft ook twee ponies. Hoe heten je ponies? Eén is Bonnie en Kiki, hoorde ik net. En wat zijn het voor ponies? Oh ja, nou ik weet niet of jullie het hebben gehoord, maar één Shetlander en één pony net als Blondie, waar ze nu ook op zit. Paardjes wassen en ik moet Maribel nog eventjes afzadelen, dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Terwijl kleine Willemijn met Maribel aan het wassen is, ga ik eventjes voer klaarmaken. Mijn bakken staan hier en we hebben net hooi gehaald natuurlijk. Dus ik ga eventjes per paard weer een bakje maken met brok en met compact gras. Die liggen daarachter.
En dan ga ik ze verdelen. Bartje, allemaal weer lekker eten. Blondie net gewassen met een vliegkapje om. En Lady daar. En Larijna. En Scarlett. En dan gaan we afsluiten. Hè? We hebben ze net weer eventjes thuis gebracht. Dat was super leuk en gezellig. Want we waren natuurlijk al, had ik niet gezegd, maar deze mensen waren al eerder geweest. Dus die kende ik ook al. Dus vandaar dat ik ook wel wist dat ik eventjes kon vloggen. Want het kan natuurlijk niet bij alle gasten. Niet iedereen vindt het leuk om gefilmd te worden. Maar deze vond het hartstikke leuk, want ze hebben zelf dus ook paarden. En dat meisje, dat kleine meisje vlogt ook, had ik ook al gezegd. Volgens mij was het Willemijn Bol, geloof ik. Dus daar kan je ook even kijken, ga ik zelf ook doen. En natuurlijk ook eventjes abonneren op mijn eigen kanaal, Randje Verskemma. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal van Wit Magazine als je dat nog niet gedaan had. Geef even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!